Goed mensen, ik ben Sam, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van de PA Modpack Hardcore Edition. Jongens, ik heb er weer super veel zin in. Dit is nep Iron Ore, dus hak die niet, want er staan twee aanhalingtekens bij. In ieder geval jongens, wij gaan vandaag hele vette dingen doen. Wij gaan een quarry maken en ik ga meteen mijn plannen vertellen wat ik precies wil gaan doen met, of tenminste, een paar komende afleveringen. En dat gaat best wel heel erg, oh my god. Oh my god, dit is niet chill. Dit is niet chill. In ieder geval jongens, gisteren hadden we 800 likes gehaald. Ik durf te wedden dat de PM Army het meer kan halen. Dus laten we allemaal gewoon op het blauwe duimpje klikken. En laten we gewoon de 1000 likes gaan halen. Let's do this. Want jongens, ik zal je meteen uitleggen wat er allemaal binnenkort gaat gebeuren. Dus tijdens de 24 uur stream wil ik het ook even over hebben. Ik wil dus gaan vertellen wat ik mijn doel eigenlijk is met deze modpack. En ik wil alles eigenlijk in kleine stapjes wil ik gaan aanpakken. Lijkt mij wel tactisch. Maar in ieder geval, eerst de 24 uur stream gaan wij een server openen. En die server die zal alleen maar open gaan tijdens de 24 uur livestream. Maar de oeh, I like this. Holy crap. Gewoon random diamonds hier zo. Heb ik mijn fortune? Nee, ik heb geen fortune pickaxe mee. Damn it. Die had ik wel. Maar die heb ik niet mee. Maar in ieder geval, dan gaat er een Jokbox wereld gaat open. Ja, Jokbox. Horen jullie goed, jongens. Dat is een hele oude serie die ik vroeger... dat is eigenlijk mijn eerste modded modpack. Dat is modded modpack. Dat is mijn eerste modpack die ik heb gespeeld. En hij was geweldig leuk toen die tijd. Echt gewoon geweldig leuk. Dus dat zo, ik heb er zo lang aan gezeten. Dat is echt niet normaal. Maar die gaat in ieder geval weer terugkomen. En we beginnen tijdens de 24 uur livestream. Gaan we de server gaan we openmaken. Dan gaan we gewoon een server maken. Gewoon een openbare... Waar iedereen op kan, om zo te zeggen. Je moet natuurlijk wel een invite winnen. Want ja, anders wordt het echt te dramatisch. Dan komen er te veel mensen op in één keer. Ja, dat is natuurlijk ook weer net niet de bedoeling. Maar als het allemaal lukt, dan gaat er waarschijnlijk elk uur gaat er een invite uit. Waardoor uiteindelijk iets van 24 mensen erop kunnen spelen. Voor 2-3 dagen ongeveer. Het is niet lang. Het is gewoon voor de lol. Even kijken. Ook tijdens de 24 uur stream. Dat jullie wat te doen hebben. En dat het gewoon leuk is. Dat... ten eerste. En zodra de serie trouwens, als zodra de wereld of noem ik dat, zodra de 24 uur stream voorbij is en de server gaat weer uit, dan ga ik zelf een wekelijkse serie doen met Jokbox. Ik ga gewoon één keer per week ga ik een uur lang Jokbox ga ik doen. Wat natuurlijk ook super geweldig gaat worden. Tenminste, dat hoop ik dat jullie dat leuk gaan vinden. Dus er komt nog een modded serie komt eraan. Dan hebben we 3 modded series lopen. En er komt binnenkort een serie van Erwin komt er weer aan. Erwin gaat Ori nog wat doen. Ik weet precies niet de naam. Maar het is in ieder geval een hele mooie game. Het is een hele mooie indie game met een prachtig verhaal. En Erwin gaat die doen. Dus dat wordt ook super tof. Ik ga binnenkort 1 keer per week ook weer Chaos Mario doen. Wauw, mijn stem sloeg over. Mijn stem is trouwens nog steeds best wel gone. Ik weet niet of jullie het goed kunnen horen. Het is een beetje heel erg droog, soort van. En dat praat heel erg naar. En als je dan gaat drinken, ja, ik heb hier water naast me staan. Maar dat werkt niet altijd. Maar dus er komen binnenkort veel leuke dingen eraan. Na de 24 uur stream vooral. Chaos Mario's 1 keer per week. De Jokbox serie komt eraan. Agrarian Skies gaat natuurlijk gewoon nog door. De PM Modpack gaat natuurlijk gewoon weer door. Binnenkort gaan we wel een andere PM Modpack waarschijnlijk weer doen. Like, we spelen nu natuurlijk weer hardcore. En zodra hardcore voorbij is, ik ben al trouwens een beetje aan seizoen 3. Want ja, deze seizoenen die moeten wel aardig snel gaan. Want nou ongeveer 100 tot 200 episodes daartussen. Dan is het eigenlijk wel weer genoeg geweest voor de modpack. Dus dan komt er waarschijnlijk weer een andere modpack. En deze gaat waarschijnlijk in het thema van heel veel elektriciteit en dergelijke. Ik weet nog niet precies hoe ik het wil gaan pakken. Of ik wil heel veel dungeons weer doen. Maar dungeons, ik denk dat de meeste mensen dat nu wel hebben gezien. Ik vind het wel hartstikke vet dungeons. En items vinden enzovoort. Dat vind ik hartstikke gaaf. Alleen... ik weet niet. Ik ga waarschijnlijk een paar core mods doen. Ik ga niet meer 5000 mods erin erin doen. Want mij lijkt het ook heel erg vet om het... oh my god, dit is nep. Ik hakte hem net. Er kwam Silvers uit en ik dacht van... nou, ik kan hem nog een keer hakken of zo. Want ja, dan gebeurt niks. Wat een dom. Maar ik wil het ook toegankelijk maken voor mensen die een iets slechtere PC hebben. En mij lijkt het dan heel erg handig om gewoon een server te maken. Of een server. Ja, ook een server. Die gewoon gespeeld kan worden door mensen die een slechte PC hebben, om zo te zeggen. Ik moet hier niet in. Waar kwam ik ook weer vandaan? Dat is een hele goede vraag. Ik dacht dat het hier ergens was, toch? Ik weet niet meer precies echt waar ik vandaan kwam. Het was hier... kwam ik ergens vandaan, I guess? Ik heb werkelijk geen flauw idee meer.
Want dit is best wel awkward. Of was het aan die kant? Het zou ook best wel aan die kant kunnen zijn. Anders graaf ik er wel even snel naartoe. Want ik kan niet onder water, jongens. Onder water ga ik niet doen. Dat is veel, maar ook echt veel te gevaarlijk. Oké, maar wat gaan we vandaag doen, jongens? Wat is mijn plan met de wereld? Wat is mijn plan wat ik eigenlijk wil doen? Ik zeg nu al 2 afleveringen achter elkaar dat ik een quarry ga maken. Nou, vandaag is het zover, jongens. Wij gaan een quarry gaan maken. En daarna gaan wij eindelijk ooit een keer eens een MA-system gaan maken. Ik wil daar toch nu even snel mijn focus neerleggen. Want heel veel mensen vroegen het of ik dat eindelijk nou een keer wel wil doen. En qua veel energie kost dat niet echt. Ik ga gewoon heel veel windmolens ga ik fixen. En dan hebben wij een ME-system. En daar ben ik hartstikke blij dan mee. En dan gaat het, dan is het allemaal net even wat fijner om ook dingen op te zoeken enzovoort. Dus ik ga gewoon een ME-system maken. En dat gaat hartstikke chill worden. We hoeven niet meer in 1000 chesten te zoeken. Het ziet er ook heel goed uit. Want dan ga ik het in mijn uitbreiding ga ik het neerzetten. Wow, er staat een hele grote boom daar. En dan komt meteen een enemy op me af. Dat vind ik altijd wel leuk. Het is avond. Dat is vandaar eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Dus we gaan eerst een quarry maken. Die wil ik dus ergens op een berg zetten. Dat lijkt mij super handig. Maar dat heeft natuurlijk ook. Een quarry heeft natuurlijk ook energie nodig. Dus we moeten waarschijnlijk twee, drie windmills. Zal waarschijnlijk wel genoeg zijn voor een quarry. De quarry rent natuurlijk, of runt natuurlijk niet 24/7. Dat is wel helaas jammer. Maar ja, weet je, dat gaat ook niet lukken. Ik kan niet 24/7 op de server blijven. Oh nee, dat wil ik niet doen. Want als ik 24/7 op de server blijf. Dan, ja, dan heb ik ook een hele grote kans om dood te gaan. Want ja, dit is hardcore. Je kan ineens kan je doodgaan. Oeh, wat is dit? Wool of bat? Flauw idee wat dit is. Oeh, een Ika's head. Die plak ik wel hierop. Hoppakee. Heel erg vreemd. Nice, XP berries. Dat vind ik altijd wel super chill. Jullie zeiden trouwens dat ik ook gewoon een goede boog moest maken. Maakt niet uit wat voor boog als je maar goed enchant. Best wel chill is dat eigenlijk. Gewoon een goede boog fixen. En dat is eigenlijk ook gewoon sterk genoeg. Dus waarschijnlijk ga ik gewoon een boog maken. Alleen dat ga ik niet vandaag doen, want ik ben nog maar level 13. En als ik een boog wil enchanten, wil ik level 30 zijn. Lijkt mij best wel logisch. We gaan even wat iron pakken. We gaan diamonds pakken, want we gaan dus een quarry maken. En hoe maken we een quarry? Nou, dat is nog best wel heel veel werk. We moeten eerst allemaal gears hebben. En dan moeten we stone gear hebben. Moeten we wooden gear hebben. Dat betekent dat we heel veel hout nodig hebben. En even kijken waar ik al mijn hout heb gedumpt. Ik heb hier aardig veel hout, dus dat is zeker nice. Hier zit niks. Ik heb cobblestone nodig. En that's it. Oké, nice. Dus laten we een quarry gaan maken. Doe je zo. Hoppakee, heel makkelijk. En dan ga je gewoon vet veel van deze gears maken. Van deze gears, die maak je vet veel stone. Hoppakee. Oh, ja, zo. Dat is dan prima. Hoppakee. En van die stone gear, even kijken. Dan maak je iron gear. Dus dan doe je zo. Hoppakee. En met de iron gear, daar hebben we nu 11 van. Met die 11 iron gears, dan maken we 4 maken we gold. Hoppakee. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Hoppakee, super chill. Dan hebben we 4 golden. En daarvan maken we 2 diamond. En that's it, als het goed is. Zo maak je een quarry. Dan hebben we als het goed is ook nog een pickaxe nodig. Was dat zo? Ja, we hebben een diamond pickaxe nodig. En ik ga niet die van mij gebruiken. Want ja, dat is gewoon super zonde. Dat is ook useless om te doen. Hoppakee. En dan hebben we geen diamonds meer nodig. Dus die stop ik even allemaal terug. En al die andere troepjes heb ik allemaal niet meer nodig. En dan bam. Kunnen we geen quarry maken. Waarom kunnen we geen quarry maken? We hebben redstone. We hebben 3 iron gear. We hebben 2 gold gear. We hebben 2 diamond gear. En we hebben een diamond pickaxe. Oké, ik weet niet waarom je het deed. Maar there we go. Zo makkelijk is het dus om een quarry te maken. Dan. En dan denk je waarschijnlijk van. Oh my god, dan is het al klaar. Nee. Ik ga nog even een paar markers maken. Want ik wil niet meteen een kleine quarry. Ik wil meteen een aardig grotere. Of een hele grote quarry. En dat, ik denk dat jullie dat ook wel fijn vinden. Om meteen een grote quarry te hebben. Zo, gaan we even een paar landmarkers maken. Dan gaan we dit meteen even in. Oh, is het nu alweer op, het lava? Lava is nu alweer op. God damn it. Dat is niet fijn. Autosoort of alsjeblieft. Dat vind ik heel erg irritant soms. Lava. Had ik nog wat lava? Ik heb hier nog 2 lava buckets. Dat zal niet genoeg zijn. Maar dat maakt niet uit. Komt allemaal wel goed. Want we kunnen vet snel naar beneden lava fixen. En dan vet snel weer omhoog. Dus dat is super gunstig. Dit heb ik nu allemaal niet meer nodig. Zo, dan kan ik deze kan ik hier weer in doen. Waardoor we nog meer krijgen. En dit ziet er ook gewoon goed uit. Dus we hebben nu een quarry.
En laat ik maar gewoon meteen een paar windmills gaan maken. Ik denk dat dat wel gewoon slim is. Gewoon een paar windmills. Die windmills kunnen we, dacht ik, op een quarry aansluiten. Al weet ik dat niet 100% zeker meer. Nee, een quarry die heeft als het goed is engines nodig. Ja, PC engines heeft hij nodig. En dan heeft hij Stirling engines heeft hij dan nodig. Waardoor we pistons moeten maken. Waardoor we toch nog wel wat iron nodig hebben. Kijk, we hadden iron nodig. We hadden van die stone gears hadden we nodig. Dus 3 genoeg dan. Nee, 3 is niet genoeg. 3 is sowieso niet genoeg, nee. Daar gaan we nog even iets meer van maken. Hebben we toevallig nog wat cobblestone? We hebben vet veel cobblestone. Natuurlijk. Zo, dan willen we eerst even een paar wooden gears weer maken. En dan een paar stone gears. Hoppakee, 10 is wel chill. 10 is echt zeker nice. Dan moeten we nog wat hout even snel fixen. Dat doen we wel gewoon even snel. Zo, hoppakee. En dan kunnen we als het goed is nu een paar pistons kunnen we gaan maken. Hoppakee, 8 pistons. En kunnen we nu... Oh, we hebben glas nodig. Ik denk helemaal niet dat we glas hebben. Oh, we hebben wel glas. Wauw, oké. Dat is nieuw. Zo, hoppakee. En we hebben er 1 gemaakt. Waarom 1? Omdat cobblestone. Omdat cobblestone. En dan doen we dat nu. Hoppakee, dan kunnen we er 5 maken. En 5 is meer dan genoeg in principe. Dus dat is super chill. Gooien we dit en gooien we even allemaal terug. Dus we hebben er nu 5 engines. Dan hebben we natuurlijk pipes nodig. Dat is ook heel erg belangrijk. Hoe maken we pipes? Nou, pipes is echt super makkelijk om te maken. We hoeven helemaal geen moeilijke pipes te maken of iets dergelijks. Gewoon lekkere, simpel. Pipes is echt super chill altijd. Dus dan doen we als het is gewoon zo. Hoppakee. Dan hebben we er nu 16. 16 is ook goed. Dan maken we een paar chesten. Bam. Hoppakee. Het gaat best wel lekker snel, hè, jongens. Dit gaat best wel. Er zit wel een lekkere tempo in. Kijk, we hebben nu een quarry. We hebben Stirling engines. We hebben chests. We hebben. Hoe heet die dingen? Transport pipes. Het enige wat we nog nodig hebben is energie. En. Oh nee, niet. Dat hebben we niet nodig. Want we hebben hier natuurlijk Stirling engines. Wat de hel zo. Ik bedoel meer, we hebben kool nodig. Dat was meer mijn bedoeling. En lava hebben we. Oh nee, niet. Redstone hebben we nodig. Wat de hel, man. Zit hier geen redstone in? Ik kan niet beter gewoon meteen vet veel redstone ingooien. Hoeveel is 64? Even kijken. Nog eentje. Poef. 63 is ook wel goed. Bam. Dan gooi je die weer terug. En dan gooi je gewoon hier 64 redstone in. Right. Stirling engines. Kool. Heel veel kool hebben we nodig. En als het goed is heb ik niet extreem veel kool. Dus dat betekent dat we dat wel weer moeten mijnen. Want ja, hier gaat al mijn kool in, jongens. Hier gaat al mijn kool in. En daarvan ga ik bloks maken. Lijkt mij wel handiger, want bloks gaan langer mee. Zeiden jullie. Hoppakee. 11 bloks heb ik nu. En dan moeten wij nu deze neer gaan leggen. En dat gaat nog wel een missie worden. Maar dat gaat wel leuk worden. Want ik vind het altijd wel leuk om nieuwe machines neer te leggen. We gaan eerst even dit natuurlijk hakken. Hoppakee. Check dit dan. Holy crap. Check hoeveel seeds ik heb gekregen. Ik heb gewoon 6 seeds gekregen. Dat is echt insane goed. Wauw. Holy crap. Gewoon meteen extra veel seeds gekregen. Super nice. Tainted essence. Get out of my way. Nobody likes you. Hey, ik weet niet, maar ik word helemaal ook niet aangevallen door monsters. We zitten denk ik net op een niveau waar die monsters niet omhoog kunnen gaan of zo. Ze zitten allemaal een beetje hieronder. Een beetje te chillen en zo. Ik vind het echt super gunstig, want het is niet echt een defense mechanism, om zo te zeggen. Er zit niet echt een bol op. Net als wat ik had in gewoon de normale seizoen 2 non-hardcore. Maar dit werkt wel. Like, ik word niet echt veel aangevallen. Af en toe komt er een enemy door, maar niet echt vaak. En het is echt gewoon... Vergeleken met de resources die ik heb, die ik gebruik van de vorige keer, is het echt gewoon heel erg weinig. Want ik gebruik alleen maar steen. En die vorige was echt glas met dit en dat en zus en zo. Ja, op zich vind ik dit echt super nice. Ik kan het ook gewoon vanaf hier doen, als het goed is. Dat deze. Dat is deze chest. Hoppakee, dan kan ik hier weer vet voor ingooien. En dan kunnen we hier binnenkort ook weer verder meegaan. Deze ook even pakken nog. En een seedje neerleggen. Nice. Kijk, oké. Dus, waar gaan we naartoe? Dat is nu de vraag. Ik stel voor dat we hem op die berg dan gaan neerzetten. Of we kunnen hem daar neerzetten. Misschien is daar wel beter. Ja, ik wil hem op een berg hebben. Mij lijkt dat wel even... Ja, heel handig. Want dan krijg je gewoon heel veel resources. Maar ik weet... anders leg ik hem wel hier neer. Hier tussen. Hier zo. Ik leg hem gewoon hier neer. Want dan kan ik het ook gewoon zien. Dan ben ik er vlakbij. En ik denk dat het ook wel handig is. Om net even nog iets kleiner te beginnen. Wellicht is dat handiger. En dan kunnen we later gewoon die hele berg daar weg... Wow, ik krijg geen superveel damage. Wat de hel, ik ging ook meteen omhoog, want ik weet niet waar de damage vandaan kwam. Het is in ieder geval niet nice. Dat weet ik wel, maar kijk, ik krijg nu alweer mijn absorption door. En daarom wil ik dus absorption kiezen, jongens. Check hoe snel het erbij ging. Gewoon bloep. En het zijn gewoon 3 hartjes die gewoon, ja,
niet gewoon super snel weggaan. En niet snel weggaan, om zo te zeggen. Of super snel bijkomen, dat wil ik zeggen. Alright, een quarry. Dan hebben we natuurlijk de landmark nodig. Want dan kunnen wij kiezen hoe groot we het willen maken. En we willen het toch wel aardig groot maken. Het hoeft niet perfect een vierkant te zijn. Dat hoeft niet voor mij. Maar ik wil het wel een beetje mooi hebben. Oh my god, dit is zo irritant om te doen, hè? Zo. Ik denk dat dit wel recht staat, toch? Yes, dit staat recht. En dan moeten we deze even rechte muis kloppen. Nog een keer, toch? Oh, ik dacht dat ze dat hier dan ook al deden, maar... Nee, blijkbaar niet. Eentje omhoog. Oh, eentje. Dat werkt niet. Poef. En nu doet hij het. We zetten hier onze quarry neer. Lijkt me wel handig. Eerst even snel wat eten. Zijn dat enemies? Nee, dat zijn geen enemies. Dat zijn gewoon good guys. Super nice. Bam, zet onze quarry neer. Dan pakken we weer even alle landmarks. De quarry zet als blablabla. We'll keep 4 chunks loaded. Oh, dat is wel fijn. Dus het maakt niet uit hoe ver ik ben. Hij blijft altijd laden. Dat is super nice. Ik mis nog 1 landmark. Ik weet niet waar die landmark naartoe is. Want ik wil hem wel weer even pakken. Want het kost mijn lapis lazuli. Oh, hij stond daar gewoon nog. Hij was niet weggehaald. Heel vreemd. Nou, dan pakken we nu even deze cobblestone transport pipe. En dat laten we dan gewoon hier naartoe. Daarom heb ik ook vet veel chesten. Meeh. Ja, schapie. Ja, schapie. En dat kunnen we gewoon heel makkelijk zo doen. Like, that's it. Dit is mijn quarry setup. Vet easy. Past waarschijnlijk genoeg in. En dat is gewoon ideaal. Want het neemt niet veel ruimte in. En je krijgt wel heel veel terug. Dus we kunnen nu hier overal deze dingetjes neerleggen. Kunnen we ook eentje? Nee, dat kunnen we niet daar eentje neerleggen. En gewoon hieronder. Hoppakee. En het heeft als het goed is wel een lever nodig. En die heb ik weer niet. Well, that was random. Dat was random. Holy crap. Oké. Absorption for the win. Want anders had ik 3-4 hartjes eraf gekregen. Dus niet nice. What the fuck? Wat de hel is dit, jongen? Wat de hel is dit? Waarom? Wat gebeurt er? What's going on? Like, tell me. Wat gebeurt hier? Zit hier een enemy in de buurt of zo? Wat de hel? Dit is niet goed, hoor. Wat gebeurt er? Waarom onweert het op mij? Like, echt 3 keer achter elkaar. Wat de hel? Dit is niet cool. Dit vind ik niet leuk. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Careful. Geen damage eraf willen hebben. Zo. Hoppakee. En deze hieronder. Alsjeblieft geen random lightning. Dat zal ik niet leuk vinden. En dan maken wij snel even een lever. Zo. En die sluiten we dan hier even aan. Dat is 1. En dat is 2. There we go. En hij doet het, jongens. Kijk, hij schiet allemaal dingetjes uit zoals je al ziet. Plop, 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 plop. Oh, dat ziet er best wel grappig uit. Deze animatie ken ik nog niet. Oh my god, dat ziet er echt hilarisch uit. Die dingen schiet hij gewoon af. Bam, bam, bam. Super chill in ieder geval. Quarry gaat zichzelf lekker maken. Het kost wel ontiegelijk veel kool, zoals ik al zei. Burn time is wel 1600 en deze is... 16.000 en deze 1600. Dus dat is al super nice. Maar dat betekent wel dat wij nog wat meer kool moeten hebben. En dat is wel naar, want zoveel kool hebben we weer niet. Dus daar moeten we natuurlijk wel wat op verzinnen. We kunnen een mining turtle laten lopen, maar dat kost natuurlijk ook kool. Ja, dat is een moeilijke. Dat is een hele moeilijke. Ik wil toch even kijken of mijn quarry het echt gaat doen. Want daarom sta ik hier ook. Ik kan nog wel nu naar boven gaan en weet ik veel wat doen. Maar nee, hij doet het gewoon. Dus dat is super chill. En als het goed is, moet hij nu gaan happen. Oh, hij gaat ook best wel snel. Wat de hel? Oké, hij gaat niet meer zo super snel. Ik wou wel zeggen, anders ging hij echt super snel. Geeft hij echt super veel energie af. Maar dat valt op zich wel mee. Ja, kool. We hebben veel kool nodig. Dus ik stel voor dat we eigenlijk gewoon random even snel een dungeon ingaan. Of even snel onder de grond gaan kijken. En gewoon een random cave pakken. Ja, we gaan gevaarlijk doen. Gewoon een random cave even snel pakken. En niet daar, want daar is een kraan. Maar en dan gewoon, dan gewoon even kijken of we wat kool kunnen vinden. Ik neem een fortune pickaxe, neem ik denk nu wel mee. Is denk ik wel heel handig om mee te nemen. En dan gaat mijn quarry gaat gewoon zijn gangetje. En dan krijg ik waarschijnlijk ook kool van. Dan krijg ik natuurlijk ook allemaal andere loot van. En op basis daarvan kunnen wij weer gewoon een ME-system gaan maken. Wat super nice is. Hoppakee, dit geeft me ook weer lekker veel XP. Dan kan ik dit allemaal weer even weggooien. Hier is een diamond in verstopt. En die willen we natuurlijk hierin gooien. 10 diamonds. Best wel nice. Best wel heel nice. Mijn eten wil ik niet weg hebben. Sterling engine kan wel weg. Hoppakee.
En hetzelfde geldt voor deze en deze. Dat heb ik eigenlijk allemaal wel even nodig. Laten we meteen even gaan kijken hoe het gaat met ons eten. Kijk, ons eten gaat dus ook super nice. Ik zei het toch, als je even investeert in je eten, krijg je veel... Oh my god, get out of my way, get out of my way. Gaat hij dood? Ik weet niet of hij dood gaat. Nu wel, yeah. Rip, nice. Nice, 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 nice. Maar als je dus even investeert, bijvoorbeeld hier even in raspberries of zo, check hoeveel je terugkrijgt. Dit is echt extreem veel. En dan kan je dus raspberries, hoe heet die dingen? Raspberry juice of zo kan je mee maken. Nou, dat is natuurlijk super nice. En dan krijgen we gewoon heel veel eten, wat super nice is. 57 hebben we er. Nou, dan leggen we dus allemaal weer terug, want ja, dan krijgen we natuurlijk uiteindelijk nog meer. Hoppakee, deze hele rij. En dan alles wat ik hier over heb. Dat kan ik nu gewoon lekker gaan nommen. Dat is gewoon mijn eten. Dus dat is super chill. Oké, dat doen we gewoon zo. Bam, hoppakee, raspberry juice. En check hoeveel juice we hebben. Lekker veel eten. We hebben hier ook nog cherry juice dan. En we hebben ook nog strawberry juice. Wat natuurlijk ook super nice is. Hoppakee. We hebben lekker veel eten. Dan gaan we even slapen. En daarna gaan we even Le Mines in. En heel veel coal fixen. Wow, ik heb vet veel achievement gehaald. Hardest rock. Wooden gear, stone gear. Holy shit. Stainless stone gear to iron gear. Iron gear to gold gear. Gold gear to diamond gear. Craft a quarry. Nice, nice, nice. Het is misschien ook wel leuk om zoveel mogelijk achievements te halen. Is op zich wel lachen. Dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gedaan. Alle achievements gehaald. Ik ben één keer heel dichtbij gekomen. Dan hoefde ik er nog maar 2 achievements. Voor de rest is het me nooit niet echt gelukt. Oké, okay, als het goed zit hij hierin. Ja, kijk, hier zit mijn Fortune 1 pickaxe in. Die nemen we even mee. Dat is wel handig voor de rest. Ik kan mijn thermometer meenemen, maar dat ga ik niet doen. Nice, let's do this. We hebben geen hout. Oké, altijd hout meenemen. Vooral omdat het hardcore is. Neem hout mee. Het is zo... Het kan je leven echt gewoon 5000 keer overredden. Dat is echt ziek. Het is gewoon hout. Beste resource wat je kan meenemen. Oh my god. Mijn pickaxe is kapot. Oh my god. Ik heb een oven nodig. Oh my god. Ik moet eten fixen of zo. Een crafting bench kan je leven redden. Gaat je leven redden. Laat ik het zo houden. Wow, zo'n Blue Ryko dat of zo, toch? Ik weet niet. Maakt hem niet uit. Check my quarry, guys! Oh yeah! Oh yeah, looking good. Looking real good. Dat vind ik super vet. Hij gaat wel langzaam, though. Hij gaat niet super snel. Maar dat maakt ook helemaal niet uit, want... als hij het doet, dan vind ik dat prima. En we krijgen gewoon lekker cobblestone, lekker dirt krijgen we hier binnen. We hebben al 1 stack dirt. Daarmee kunnen we zometeen ook ons huis weer gaan uitbreiden, wat natuurlijk super ideaal is. Want ja... Je huis uitbreiden is natuurlijk gewoon super chill om te doen. Ik heb een night vision, ben ik vergeten. Maakt in principe niet uit. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik kom nu wel voor kool. Dus ik ga geen koper of iets dergelijks meenemen. Dan heb je kans ook om elkaar haan te spannen en weet ik veel wat er allemaal uit kan komen. Wij gaan gewoon lekker hunten voor kool. Want wij hebben veel kool nodig. Want kool gaat ons die oors geven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe meer kool ik heb, hoe langer we onze quarry kunnen laten lopen. Hoe meer loot we krijgen uit de quarry, hoe makkelijker het gaat, om zo te zeggen. En kijk, we vinden hier al gewoon random kool. En met mijn fortune pickaxe komt er niks uit. Dat is... ik denk het wel. Oh my god, de server lagt een beetje. Nou, het is geen server. Wat de hel, mijn kool is gewoon weg. Het is gewoon verdwenen. Oké, volgende. Kooloor. 1 kooloor. Fortune pickaxe. For the win. 1 kooloor. Yeah. Daar hebben we echt niks aan. Maar ja, als je bijvoorbeeld hier hakt. Ik heb er nu 1, hè. En daar komt er ook 1 uit. En daar komt een Geonak uit. Wat ik iets minder vind. Maar oké, weet je. Dood. Nice, 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 nice. Altijd iron. Hij dropt altijd iron. Zo, ik weet niet of het hier echt uitkomt. Veel voor het geval. Daar komt er nu 2 uit. Dat is ook... 2 is niet echt... Doe ik er niet echt voor een fortune pickaxe. Dan wil ik het liever op diamonds gooien. Ik denk dat er gewoon niks uitkomt, hè. Ik kom niet echt veel kool uit. Ik heb er nu al 19. 19 is wel veel, though. Ik ga gewoon hakken met een fortune pickaxe. Oh my god. Willen jullie alsjeblieft stoppen ermee? Ten eerste, ik schrik gewoon echt kapot. Gewoon echt. Ik schrik me gewoon echt hard kapot. Gewoon van die beesten. Komen ze eens. Hoor je? Nou, ik zit dan meteen van holy shit. Ik krijg meteen hartkloppingen. Want ja, weet je, het is hardcore. En dan ineens random crash Minecraft. En dan wordt er een backup ingezet van ongeveer... 2 minuten geleden of zo. Maakt eigenlijk helemaal niet uit. Is eigenlijk alleen maar beter. Want als er geen backup in zat, dan was ik waarschijnlijk nu alles kwijtgeraakt. Dat is niet chill. Ik heb wel zelf natuurlijk een backup gemaakt. Like, dat maakt niet uit. Alleen, het deed geen backup. Het heet een rollback. Dus zodra eigenlijk je wereld crasht, dan zegt hij echt van, oh my god, ik wil niet dat hij nog een keer crasht. Dus hier 10 seconden geleden of 2 minuten geleden
Ze sturen jou terug in tijd, om zo te zeggen. En dat is eigenlijk best wel heel chill. Want dan weet je dat je wereld niet kapot is. En het is nu wel gebeurd bij mij. Het is wel naar. Ik moet nog even een paar dingetjes overnieuw doen. Wat ik net had gedaan. Maar ja, anders was de hele wereld weg. En dat is nog naarder. Zo, hoppakee. Ik kan hier niet meer overheen. Dat is ook heel naar. Dat is echt mijn nieuwe woordje. Naar. Het is... Ik weet niet. Het kwam echt uit niks. Ineens zeg ik echt van... alles is naar. Dit is naar. Dat is naar. Het is ook gewoon een leuk woordje, vind ik. Oeh, wat is dit? Is dat appetite? Dat is appetite, toch? Ja, daar hebben we nog niks aan. Zo, hoppakee. Woep. En dan hakken we dit natuurlijk weer. Nog mijn kooloor. Zo. Ik denk dat we al... Nou, we komen al best wel dichtbij één stack. Dus dat is ook super relaxed. Hier ligt nog allemaal troep. Ik kwam eigenlijk eerder voor de XP om dat te pakken. Maar ja, maakt niet uit. Zo, allemaal troep weer. En hier is ook nog lekker veel kool. Ik hoop niet dat er een Geonak uitkomt. Want dan zorgt het ervoor dat mijn fortune geen... Daar heb je nog niks aan, om zo te zeggen. Maar dit is wel nice. Ik dacht echt dat ik de case in moest. En dat het vet moeilijk werd. En weet ik voor wat. Maar dit is gewoon relaxed. Gewoon op de surface. Gewoon helemaal boven. Lekker kool gaan minen. Omdat er toch superveel ligt. Dus dat is nice. En ik zie hier een mini dungeon. Dus jullie hebben mazzel. We gaan even een dungeon doen. Oh yeah. Dat vind ik juist wel leuk aan Permod Pack. Zodra ik een dungeon tegenkom. Dan is het altijd gewoon spannend. Want ja, je weet niet wat je weet niet wat voor loot je kan vinden. En dat vind ik super tof. Zo. Dit weet ik wel. Uit mijn hoofd. Dat deze nu hier zitten. En oeh. Nice. Dit is precies dezelfde als de Cinderfall Sword. Imbued with the souls of Rimbora. Effective of... The souls of... Rimbora. Rimobra. Rimobra. Bra. Bra. Dit is een bra. Effective as both sword and axe. On hit, apply potion, chance of summoning. Aan Rimbora minion. Dit is ook best wel heel nice. Air discount. Oeh, we hebben weer zo'n knowledge note. Wat ook best wel heel vet is. So, there we go. We hebben dit. En voor de rest van de troep wel arrows wat ik mee wil nemen. En voor de rest niet echt iets chills of zo. Het is wel heel erg nice dat we die axe nu hebben. Want die is best wel heel erg sterk. En dan kunnen we uiteindelijk ook gewoon diezelfde zieke enchant opgooien. En dan hebben wij een sword axe, om zo te zeggen. Wat best wel heel erg fijn is. Dus dat is ook super gunstig. En ik ga trouwens ook binnenkort aan de gang met deze. Alleen moeten we even een paar bones hebben. En dat wou ik nog niet doen. Het is wel vet om te hebben. Zeker vet om te hebben. Alleen, ik denk dat een MA terminal... Ik denk dat jullie dat ook gewoon fijner vinden. Want jullie vragen dat al zo ontiegelijk lang. Dat ik dat wil gaan maken. En ik ging het maar niet maken. Is dat een dungeon daar? Oké, dat is een dungeon. We gaan even kijken. Is dit een dungeon? Ziet er heel erg vreemd uit. Dat is wel zo'n toren. Oké, het is een artifact. Dat is altijd echt gewoon spannend. Ik vind het altijd gewoon spannend als we zo'n artifact dungeon tegenkomen. Ben ik altijd benieuwd wat voor loot erin zit. Iets zoals een Divine Sigil is altijd wel nice. Wat iron. Nou, wat iron hebben we eigenlijk niet nodig. Dan leg ik het maar gewoon weer terug. Want ja, dat vind ik bullshit. Wat is dit nou weer? Health boost specially by 2.5. Oh my god. Dat is super goed. Dat is super goed. Ik krijg gewoon health boost... Van 2,5 hartjes. En moet je mijn health zien. Like, check gewoon even mijn health, jongens. Ik heb dus nu 6 of 5,5 absorption heb ik nu eigenlijk. Dat is extreem goed. Yes! En iemand ook in de reactie zei van... Sam gaat dungeons doen, want dan ga je waarschijnlijk iets vet goed gaan vinden. En dan kan je vet goede... vet goede artifacts kan je vinden. En ja, shout-out naar jou dus. Ik weet niet precies wie het is, want ik sluit altijd de tabs af zodra ik ga opnemen. Maar dikke shout-out naar jou, want holy crap, dat is best wel heel nice dat ik nu... Dat ik nu ook een hele goede artifact weer heb gevonden. En daar ben ik hartstikke blij mee. Want ik vind het altijd leuk om gewoon artifacts te hunten. Misschien kunnen we één hele episode weer eens gewoon lekker op artifacts te gaan hunten. Als jullie dat leuk lijken. Leuk lijkt dat ik gewoon de hele wereld gewoon inga. Gewoon 2-3 episodes achter elkaar de wereld in. En gewoon heel veel eten meenemen. En gewoon artifacts gaan zoeken. Zoals deze hele sterke artifacts. Dat ik gewoon health boost krijg. En het kan echt enorm hard helpen. Het gaat echt gewoon helpen. Want hoe sterker je wordt, hoe makkelijker de game wordt. En ons uiteindelijke goal lijkt mij om de Ender Dragon te verslaan. Lijkt mij in ieder geval best wel... Ja, tactisch best wel vet.
Laat het maar even weten in de reacties. Jongens, ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Als je het leuk vond, vergeet natuurlijk even niet op dat blauwe duimpje te klikken. Zal natuurlijk super tof zijn als wij vandaag de 1000 likes gaan halen. Gisteren hadden we de 800, 900 gehaald. Ik weet zeker dat we dat nu kunnen. Volgende aflevering lopen we even snel daar naartoe, want het wordt avond. Dus daar gaan we even overnachten. Als het goed is, staan daar ook een paar bedjes. En zo niet, dan gaan wij gewoon snel de caves in. En dan komt het gewoon helemaal goed. Zie ik hier nog ergens? Ik zie daar een dungeon, maar zijn we al geweest. Daar waren we dus nog niet geweest. Dus dat is super nice. Best wel heel veel dungeons zijn hier zo. Dank voor het kijken nogmaals. En ik zeg, peace!